Dag, beste ouders, dag, beste jongens en meisjes. Allereerst dank je wel voor de interesse in onze school en dat jullie even tijd willen vrijmaken voor dit infomoment. Van harte welkom in onze eerste graadschool Moza RT. Mijn naam is Koen Baerts en ik ben blij dat ik even jullie gastheer mag zijn en jullie wegwijs mag maken in de werking van onze school. Onze school is een onderdeel van de katholieke scholengemeenschap Moza RT Mazeik-Kinrooy. Mosa is de Latijnse naam voor de Maas, omdat de Maas een belangrijke rol speelt in de verbinding van onze regio. Maar zeker zo belangrijk zijn die twee letters R en T. Die staan namelijk voor ruimte voor talent. Onze scholengemeenschap biedt al onze leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien. De scholengemeenschap bestaat uit één eerste graadschool op drie vestigingen en een bovenbouwschool. We hebben als scholengemeenschap bewust gekozen voor een eerste graadschool, omdat hier enkel leerlingen zitten van het eerste en het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Leerlingen die dus bijna even oud zijn en vaak ook dezelfde interesses hebben. Op onze speelplaats mogen deze leerlingen nog even kind blijven en worden ze niet geconfronteerd met leerlingen die een heel stuk ouder zijn. Op de campus kan je terecht vanaf het derde jaar van het middelbaar. Na de eerste graad maken de leerlingen een keuze op basis van hun interesses en hun capaciteiten en kiezen ze voor een studierichting over de domeinen heen of voor een studierichting binnen een domein. En die domeinen zijn stem, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, taal en cultuur en sport. Er zijn heel wat studierichtingen die de leerlingen kunnen kiezen, maar daarvoor hebben ze nog twee jaar de tijd. In die twee jaar zullen we de leerlingen begeleiden in het maken van een keuze. Onze leerlingen hebben niet alleen de mogelijkheid om overdag school te lopen in onze scholengemeenschap, maar ze kunnen ook tijdens de week verblijven in ons schoolhuis. Voor en na schooltijd bieden we aan deze leerlingen een duidelijk dagverloop aan met evenwicht tussen studie en ontspanning. Privacy op je eigen kamer en heel wat groepsactiviteiten als ontspanning. De eerste graad is een observatie- en oriëntatiegraad. We gebruiken het eerste en het tweede leerjaar van het middelbaar onderwijs om leerlingen te laten ontdekken waar hun interesses en hun sterktes liggen. En van daaruit maken we dan een objectieve en weloverwogen keuze naar het derde jaar. Alle vestigingen van de eerste graad werken nauw samen en hebben een gemeenschappelijk studieaanbod. De vestiging in Neroeteren biedt enkel de A-stroom aan. De vestigingen Mazeik en Kinrooi hebben zowel de A- als de B-stroom. Binnen onze eerste graad maken we duidelijke afspraken rond de pedagogische en didactische aanpak in de klas en daarbuiten. Zo ontwikkelden we een brede basiszorg voor al onze leerlingen op alle vlakken, en die zou ik nu graag aan jullie willen voorstellen. Binnen de begeleiding van onze leerlingen op school leggen we de focus op drie pijlers: leren, leren. Leren leven en leren kiezen. Na de basisschool, waar de leerlingen toch heel wat tijd hebben doorgebracht in dezelfde omgeving, komen ze in het secundair onderwijs in een nieuwe omgeving terecht, met nieuwe leerkrachten en nieuwe klasgenoten. Ze krijgen ook nog eens elk uur een ander vak en een andere leerkracht. We beseffen maar al te goed dat dit een hele aanpassing is voor onze leerlingen. We staan dan ook met een heel team klaar om jullie kinderen op te vangen. En hen een warme en duidelijke omgeving aan te bieden. Het is heel erg belangrijk dat de leerlingen zich op onze school thuis voelen, omdat bewezen is dat dit meespeelt om leerstof goed te kunnen verwerken. We zetten veel in op het tonen van respect voor zichzelf en voor elkaar, wie ze ook zijn, maar ook bijvoorbeeld respect voor de spullen waar ze iedere dag mee werken we organiseren heel wat activiteiten waarbij leerlingen talenten zoals sportiviteit, musicaliteit, creativiteit en solidariteit voor anderen die het wat minder goed hebben kunnen tonen en dit zowel binnen als buiten onze schoolmuren. Heel veel aandacht gaat uit naar onze tweede pijler leren leren. We zien dit als een basiszorg voor al onze leerlingen. Zij komen kerstvers van de lagere schoolbanken waar ze maar één of twee leerkrachten hadden. In het middelbaar krijgen ze elk uur een andere leerkracht en een ander vak. In het leren leefsleuteluur maken de leerlingen kennis met de leerschijven en het leerkompas. En in alle lessen wordt hier extra aandacht aan besteed, als houvast bij het leren leren. Ook de ouders krijgen op een infoavond uitleg over de werking van deze hulpmiddelen, zodat de begeleiding thuis verder gezet kan worden. Leerlingen leren hun dag en week plannen via de digitale schoolagenda. Wanneer er noden zijn rond het leren leren, kan een leercoach verhoogde zorg bieden aan de leerling. Deze leercoach begeleidt een groepje leerlingen gedurende een bepaalde periode heel intens en volgt hen persoonlijk op. Structuur is enorm belangrijk als basiszorg, omdat de houvast van de leerkracht van het basisonderwijs wegvalt in het secundair. Wij proberen de structuur in te bouwen via een aantal hulpmiddelen, zoals het organiseren van de vakken in gekleurde kaftjes, kleuren die ook in de digitale agenda van Smart School in te bouwen zijn. In één oogopslag kunnen de leerlingen, maar ook u als ouder, volgen welke vakken er in de schooltas horen. Het leerkompas en de leerschijf horen ook bij deze structurele hulpmiddelen. Hier zie je een voorbeeld van een leerkompas. Net omdat een deel van de structuur van de leerkracht van de basisschool wegvalt, creëren we met het leerkompas een houvast voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. Elk vak heeft een leerkompas waarin duidelijk vermeld staat wat de leerling nodig heeft om het vak te kunnen volgen, waar de leerling de leertips en de lesdoelen vindt, maar ook waar extra oefeningen te vinden zijn. We kregen in het verleden heel vaak de vraag op welke manier ouders hun kind goed konden begeleiden in het secundair onderwijs. Om hierop in te spelen hebben we met ons team de leerschijf ontwikkeld. Leerlingen leren deze leerschijf kennen en gebruiken tijdens het leer- en leefsleuteluur. Ouders worden op de eerste infoavond hierover ingelicht. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen dit als leidraad gebruiken. In de leerschijf vind je per fase van het leren tips om het studeren thuis te ondersteunen. Leerlingen krijgen aan de hand van deze schijf een zicht op hun leren en kunnen het leerproces dankzij de feedback van hun leerkrachten zelf in handen nemen en eventueel bijsturen. De derde pijler draait rond het leren kiezen. Zoals ik al eerder in deze presentatie zei, kunnen leerlingen proeven van een talentenpakket en kunnen ze hun keuze tussen het eerste en het tweede jaar makkelijk bijsturen. Zij maken pas een definitievere keuze na het tweede jaar. Zoals jullie merken besteden we heel veel aandacht aan het zorgbeleid in onze school. We organiseren zes keer per jaar klasgeraden. Tijdens deze klasgeraden komen de vakleerkrachten van jullie kind samen om de leer- en leefhouding te bespreken. We hechten heel veel belang aan de rapportmomenten die steeds gekoppeld worden aan een oudercontact. Deze momenten worden gebruikt als feedbackmomenten voor zowel leerlingen als ouders om te kijken waar de leerling op dat moment staat en wat er nodig is om weer een stap verder te zetten. Bij een specifieke zorgvraag zijn de vakleerkracht en de klasseleerkracht het eerste aanspreekpunt en indien nodig schakelen zij de leerlingenbegeleiding in. Voor specifieke noden hebben we binnen onze scholengemeenschap stappenplannen en draaiboeken opgesteld. Het is dan ook erg belangrijk dat jullie specifieke noden zo snel mogelijk doorgeven aan ons, zodat wij de leerlingen vanaf dag 1 de juiste begeleiding kunnen geven. Hoe meer informatie jullie aan ons geven, des te beter kunnen wij jullie kinderen begeleiden. De leerlingenbegeleiding zal dan door een uitgebreid intakegesprek deze informatie verzamelen en datgene wat nodig is voor het goed functioneren van de leerling doorgeven aan de leerkrachten. De eerste keuze die jullie samen met jullie kind en eventueel met de leerkracht van de lagere school moeten maken is de A of de B-stroom. De leerkracht van het lager onderwijs heeft een zicht op de lagere schoolopbaan van uw kind en kan daarom heel goed inschatten waar uw kind het beste past. In de A-stroom wordt verder gebouwd op de leerstof van het zesde leerjaar. In de B-stroom gaan we terug naar de leerstof van einde vierde, begin vijfde leerjaar. Net omdat deze leerlingen niet alle doelen van de basisschool even goed onder de knie hebben. Zij zitten ook in kleinere klasgroepen waardoor de begeleiding nog iets persoonlijker kan verlopen. Zowel in de A als in de B-stroom is er een brede basisvorming, een basisvorming die hetzelfde is voor alle leerlingen en die ze dus niet kunnen kiezen. Door de basisvorming kunnen leerlingen na het eerste jaar opnieuw een objectieve keuze maken. Ze kunnen deze keuze van het eerste jaar bevestigen, of ze kunnen een totaal andere keuze maken. Ook even meegeven dat het vak ICT wordt verwerkt in het lesprogramma van het leer- en leefsleuteluur, één keer om de veertien dagen. De ICT-vaardigheden worden hier aangeleerd en in alle vakken ingeoefend. Maar laten we eens kijken naar de basisvorming van het eerste jaar A. Dit zijn 28 lesuren die de leerlingen dus niet kunnen kiezen en die alle leerlingen van de A-stroom krijgen. De meeste namen van vakken spreken voor zich. Het leren leefsleuteluur is het uur van de klasseleraar. In dit uur geeft de leerkracht dus geen vak zoals wiskunde, aardrijkskunde of Frans, maar staat het leren leren in de eerste graad centraal. Hoe omgaan met die digitale schoolagenda? Hoe moet ik plannen en wat moet ik allemaal meenemen voor dat vak enzovoort? In dit uur maakt de leerkracht ook ruimte om te praten over het welbevinden in de klas en op school. Wordt ook bijvoorbeeld de leerlingenraad voorbereid en komen allerhande actuele thema's aan bod. In mens en samenleving leren de leerlingen zichzelf nog wat beter kennen, maar bekijken ze ook hun relaties met anderen, zoals hun plek in een multiculturele samenleving of de jongeren als consument en de gevaren hiervan. Beeld kan je vergelijken met de knutselles in de basisschool. Gegeven door leerkrachten die de creativiteit van de leerlingen stimuleren en werken met materialen zoals stiften, verf, kleurpotloden of klei. In 1a kunnen de leerlingen de volgende talentenpakketten kiezen. Zo heb je bijvoorbeeld Latijn en cultuur. Vier uur per week leren de leerlingen Latijn en bestuderen ze de cultuur van de Romeinen. Onthoud goed dat je dit talentenpakket vanaf het eerste jaar moet kiezen als je hierin wil verder gaan. Als je dit pakket niet kiest in het eerste jaar, dan kan je het in de volgende jaren dus ook niet meer kiezen. Verder heb je nog sport. Buiten de lessen lichamelijke opvoeding krijgen deze leerlingen nog twee uur extra sport met mogelijkheden om kennis te maken met diverse sporten. Creatief met taal is dan weer een pakket dat leerlingen uitdaagt die graag met taal bezig zijn, graag gedichten voordragen, toneel spelen en zeker geen schrik hebben om op een podium te staan. Leerlingen die kiezen voor stem, science, technology, engineering en mathematics zijn vooral geïnteresseerd in techniek. Ze krijgen uitdagende technische vraagstukken die ze in een stemkrachtige leeromgeving proberen op te lossen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de nieuwste technieken, zoals Lego Mindstorms, Arduino, laser en 3D-printen. Maatschappij en welzijn is een pakket voor creatieve leerlingen die interesse hebben voor het sociale en ook wel eens willen experimenteren in de keuken. De keuzepakketten sport, creatief met taal, stem en maatschappij en welzijn worden steeds aangevuld met een differentiatieuur Frans en wiskunde, waar leerlingen naar gelang hun behoefte ofwel extra ondersteuning ofwel extra uitdaging voor deze vakken krijgen. En dat kan verschillen van vak tot vak. En zelfs van hoofdstuk tot hoofdstuk. Zoals ik al eerder zei, is de keuze van het eerste jaar nog geen definitieve keuze. Leerlingen kunnen hun keuze van het eerste jaar bevestigen of ze kunnen een andere keuze maken. Een leerling die bijvoorbeeld stem volgt en meer op zijn vinger dan op een plank slaat, kan in het tweede jaar stem laten vallen en kiezen voor een andere basisoptie in het tweede. Net zoals een leerling Latijn, die alleen maar hoofdpijn krijgt van het leren van Latijnse woordjes, Latijn kan laten vallen en kiezen voor een andere basisoptie. De enige uitzondering is dat je in het tweede jaar niet kan kiezen voor de basisoptie Latijn als je het in het eerste jaar niet gevolgd hebt. Ook voor het eerste leerjaar B werken we met 28 uur basisvorming. Ook hier spreken de vakken voor zich en neemt het vak maatschappelijke vorming de taak van mens en samenleving over. In het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen kiezen voor twee talentenpakketten: Stem en Maatschappij en Welzijn. Binnen het talentenpakket Maatschappij en Welzijn worden de lessen uitgewerkt rond een aantal thema's. Je krijgt lesjes voedselbehandeling en je bereidt verschillende gerechten. Daarnaast leer je werken met verschillende materialen en wordt je creativiteit geprikkeld. Het samenwerken met elkaar en het ontwikkelen van je sociale vaardigheden krijgen de nodige aandacht. Binnen het talentenpakket STEM leer je werken met verschillende grondstoffen, hout, metaal en kunststof. Je leert op welke manier je deze grondstoffen kan verwerken en met welke machines. De afgewerkte werkstukjes mag je steeds meer naar huis nemen. De uren praktijk worden in de volgende jaren steeds meer. En ook hier is het mogelijk om na het eerste jaar je keuze te bevestigen of te veranderen. Ziezo, ik hoop dat ik jullie een duidelijk beeld heb kunnen geven over wie wij zijn, hoe we onze leerlingen begeleiden bij de overgang van basis naar het secundair onderwijs en welke keuzemogelijkheden de leerlingen hebben. Als jullie, na deze informatie, staan te popelen om jullie kind in te schrijven, kan dat digitaal via onze website. U vraagt het digitale inschrijfformulier aan via een link op onze website of door een mailtje te sturen of door een telefoontje te doen naar onze school. Nadat u dit formulier hebt ingevuld, kunnen wij verder aan de slag. Als we alle nodige documenten, het kopietje van het laatste rapport, het getuigschrift of het test van het basisonderwijs en een kopie van de identiteitskaart in ons bezit hebben, zal de inschrijving helemaal rond zijn. Mocht jullie na deze presentatie nog vragen hebben, kunnen jullie via onze website een live videochat-moment aanvragen met een van ons. Wij maken graag tijd voor jullie om al jullie vragen te beantwoorden. Houd zeker ook onze website in de gaten voor de digitale 3D-rondleiding in onze school, omdat we jullie jammer genoeg niet live kunnen ontvangen. Rest er mij niets anders meer dan jullie van harte te bedanken voor jullie volgehouden aandacht en hopelijk tot binnenkort. Het hele team staat klaar om jullie kinderen met open armen te ontvangen en hen een mooie toekomst in het middelbaar te geven. Tot ziens!